Een oplossing voor massale medicijnverspilling. Eerste vluchtelingen betrekken opvang in Elst. En levenslang geëist voor opdrachtgever Beuningse vergismoord. Het Radboud UMC is samen met 3 andere ziekenhuizen in Nederland bezig aan een onderzoek met het heruitgeven van ongebruikte medicijnen. Het gaat daarbij om medicijnen die voorheen wel meegegeven zijn aan een patiënt, maar niet zijn gebruikt. Hiermee worden minder pillen weggegooid en wordt er veel geld bespaard. In dit onderzoek verzamelen we hele dure medicijnen die worden gebruikt bij kanker, zodat we die na een kwaliteitscontrole in de apotheek weer opnieuw voor andere patiënten kunnen gebruiken. Ook PharmaSwap werkt met besparing voor medicijnen. Zij doen dit als apothekers onderling. Ook deze verspillen namelijk zo'n 30.000 tot 60.000 euro per jaar aan medicijnen. Daarom richtte Pieter Oosterhof PharmaSwap op om dit voortaan te voorkomen. Het is een online marktplaats waar apothekers onderling vraag en aanbod kenbaar kunnen maken van geneesmiddelen die de vervaldatum mogelijk bereiken. Dus wat het eigenlijk doet is, stel dat een apotheker een bijzonder geneesmiddel heeft, speciaal voor een patiënt heeft gekocht, die patiënt overlijdt of die switcht van therapie, kan die aan collega's kenbaar maken van, ik heb een product over, kunnen jullie het mogelijk gebruiken? En dan kan een collega apotheek dat overnemen. Op dit moment hebben we al bijna 700.000 euro aan dure geneesmiddelen opnieuw kunnen gebruiken voor andere patiënten. En daarnaast kijken we ook naar de milieu-impact van dit project. En dat betekent dat we op dit moment een CO2-uitstoot hebben kunnen verminderen, wat gelijk is aan ongeveer 60 bomen per jaar. Op het besparen van medicijnen wordt geen winst gemaakt. De apotheker die het verkoopt, die neemt al verlies. Dus stel, hij heeft het product ooit voor 100 euro gekocht en hij verkoopt het nu voor 50 euro, dan moet hij daar verlies op nemen. De collega die het overneemt, die heeft inderdaad een iets betere korting. En we zouden daar eigenlijk voor openstaan om misschien met zorgverzekeraars in contact te komen om te kijken of we die kortingen kunnen doorberekenen. Op dit moment focussen we ons op de hele dure medicijnen die bij kanker worden gebruikt. Dat is omdat deze medicijnen vaak overblijven, op kamertemperatuur bewaard moeten worden en omdat ze heel erg duur zijn, zoals ik al zei. Daarnaast geldt het ook nog niet voor alle kankermedicijnen, maar alleen voor de patiënten die nu al meedoen aan ons onderzoek. Dat is omdat we de medicijnen op een speciale manier verpakken. Als het geneesmiddel dan overblijft, kunnen wij de kwaliteit controleren door te kijken of het zakje nog verzegeld is, met de temperatuurlogger of het bij de juiste temperatuur bewaard is geweest en of het geneesmiddel nog tenminste een half jaar houdbaar is. En als dat allemaal het geval is, kunnen we het geneesmiddel voor een andere patiënt gebruiken en kunnen we het geld terugboeken naar de betalende partij voor de eerste patiënt. Na Nijmegen is ook de gemeente Overbetuwe gestart met het opvangen van asielzoekers uit Ter Apel. Het Rijk vraagt al maanden aan de veiligheidsregio's om meer plekken te creëren. In Elst is dat op het bedrijventerrein De Aam. In Elst start vandaag de crisisnoodopvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra in Nederland zitten vol en de gemeente Overbetuwe heeft besloten voor 3 maanden basisopvang te regelen voor maximaal 120 mensen. En we hebben met het COA afgesproken dat hier een gemengde doelgroepen komen. Dus dat zijn zowel gezinnen als alleen reizende mannen als alleen reizende vrouwen. Zodat we een mooie mix hebben en ook Ter Apel op die manier goed kunnen ontlasten. We hebben afgesproken geen kwetsbare groepen in de zin van zwangere vrouwen of alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Want dat is een specifieke doelgroep. En de andere deel is denk ik breed vertegenwoordigd wat wij met 120 plaatsen goed kunnen opvangen hier. Burgemeester Hoyting Raubos liet in de raadsvergadering over de crisisnoodopvang weten nog een stevige brief te willen sturen aan Den Haag. Na de asielcrisis in 2015 zijn er aanbevelingen gedaan om een extreme vluchtelingenstroom te voorkomen.
Maar de politiek heeft dit genegeerd. Even voor alle helderheid, dat gaat niet over het asielbeleid. Hè, want daar hou ik mij als burgemeester of houden wij ons niet mee bezig. Maar wel over alle aanbevelingen die er zijn geweest. Na de ramp in 2015 met de extreme vluchtelingenstroom hebben we allemaal meegemaakt en daarvan kunnen leren. Nou, daarvan heb ik gezegd, daar ik zal met alle liefde duidelijk maken dat dit dus eigenlijk niet nodig was geweest als in Den Haag die aanbevelingen uitgevoerd waren in plaats van in een kast waren gestopt. Ondanks dat er 120 asielzoekers opgevangen gaan worden, hebben in de gemeente Overbetuwe geen heftige protesten plaatsgevonden. Ik krijg brieven en mailtjes over mensen die zich zorgen maken en die denken, hé, waarom moet dat? Maar ik krijg minstens zoveel reacties van mensen die zeggen, goed dat de gemeente dit doet. Of al eerder, waarom doet de gemeente hier niks aan, want wij willen ook een bijdrage leveren. En ik denk dat wij gewoon een gemeenschap hebben die, nou ja, snapt dat de wereld niet alleen uit mooie dingen bestaat, maar dat je ook hoort te helpen, dat je daar een verantwoordelijkheid in hebt. Zowel voor de gemeente Ter Apel als voor de medemenselijkheid van de opvang voor vluchtelingen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws, het einde van een tijdperk. Sanatorium Dekkerswald is er niet meer. Een monumentale pand, verborgen in de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek, staat sinds deze zomer leeg. Er worden nu woningen in gerealiseerd. Omroep Gelderland zendt vanavond een documentaire uit die de rijke geschiedenis ervan vertelt. In de strafzaak over de Beuningse vergismoord zijn maandag celstraffen van 20 jaar tot levenslang geëist tegen 6 mannen. Zij worden verdacht van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kielesoy. Hij werd op woensdagochtend 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Het OM noemt het een vergismoord omdat de politie geen enkel motief kon vinden. De officier van justitie beschouwt de 29-jarige Jomairo D. uit Amsterdam als opdrachtgever. Hij hoorde levenslang tegen zich eisen. Veerbazen, oevergemeenten en de provincie moeten er alles aan doen om de 50 Gelderse veerponten ook na 2024 in de vaart te houden. Met die oproep komen de besturen achter de Gelderse ponten. De exploitatietekorten voor de veren over de Gelderse rivieren worden nu nog opgevangen vanuit het Verenfonds. De provincie trekt daar in 2024 de stekker uit. Het provinciebestuur zal zich niet helemaal financieel terugtrekken, maar eventuele tekorten zullen moeten worden aangevuld door de betreffende gemeenten. De Nijmeegse VVD wil het Joris Iversplein een make-over geven. Het Nijmeegse plein staat bekend als overlastplein. Er wordt 's avonds veel rondgehangen met muziek uit geparkeerde auto's. En de buurt klaagt over drugsdealers. De horeca op het plein is onlangs al gesloten door de burgemeester, omdat de vergunningen niet op orde waren. Het is nog onzeker of deze zaken ooit nog open mogen. De VVD ziet hierdoor nieuwe kansen voor het plein, zoals bijvoorbeeld het doortrekken van het Kronenburgerpark. En op de plek van de huidige horeca zien zij dan graag woningen verschijnen. Beuningen moet verder vergroenen, dat zegt wethouder Pascal Kobussen. Het veranderende klimaat vraagt erom, zo vindt hij. Het is tijd om de 10 jaar oude plannen van de gemeente op de schop te nemen. Kobussen maakte een nieuw groenbeleidsplan en bomenverordening. Donderdag bespreekt de gemeenteraad het plan in een commissievergadering. In de raadsvergadering van 22 november wordt het plan door de gemeenteraad vastgesteld. En vorige week berichten we al dat Carlos Albers waarschijnlijk de nieuwe technisch directeur van NEC wordt. Inmiddels heeft de Nijmeegse club dit officieel bevestigd en laten weten dat Albers op 14 november zal starten. Het einde van een tijdperk. Sanatorium Dekkerswald is er niet meer. Het monumentale pand, verborgen in de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek, staat sinds deze zomer leeg. Er worden nu woningen in gerealiseerd. Omroep Gelderland zendt vanavond een documentaire uit die de rijke geschiedenis ervan vertelt. Prostitutie, verstopte drankflessen en liefdesbriefjes in het bos. Tuberculose patiënten die er verpleegd worden proberen uit alle macht te ontsnappen aan het uiterst strenge katholieke regime. Het is ook een oord van Rooms verdriet. Het ziet er zo mooi uit. Hè? Hoe vredig kan het zijn? Maar het kan ook een hel zijn tegelijkertijd. Mannen en vrouwen waren hartstikke gescheiden. Het was een streng katholiek gesticht. We krijgen nog regelmatig ex-patiënten op bezoek.
of familieleden van ex-patiënten, waarin dat Dekkerswal toch wel een belangrijk deel in hun leven geweest is. Vaak krijg je mensen op bezoek die dan toch zeggen van, nou, hier is mijn of het leven van mijn vader gered. We hebben ook wel eens mensen op bezoek gehad die zeggen, ja, hier is 2 jaar van mijn leven afgepakt. Omdat dat toch dat hele strenge beleid en dat hele strenge regime zo ervaren werd. Een van die mensen die het verblijf in Dekkerswald als een hel heeft ervaren, is Bas van der Hoeven uit Millingen aan de Rijn. Ja, ik heb echt een traumatische tijd hier gehad, 1,5 jaar lang. En toen ik thuis kwam, toen was ik veranderd in een vrolijk jongetje van 7 en een heel bang kind van 9. En het heeft jaren geduurd voordat ik daar weer bovenop was. Dat is verschrikkelijk geweest, die impact daarvan. Ja. Ik ken mensen die zijn net zo oud als ik. En die kunnen er nog steeds niet over praten. De hele documentaire over Dekkerswald is vanavond ieder uur te zien om 15:45 op Omroep Gelderland. Anders dan verwacht was het vandaag toch nog een heerlijke dag in onze regio. Dat begon vanochtend al met deze schitterende foto. De bekende Nijmeegse fotograaf Paul Beckers legde 3 iconische gebouwen in 1 plaatje vast, gehuld in de mist. De rest van de dag verliep verder vrij zonnig en het werd nog ruim 18 graden. Ja, morgen belooft het dan toch echt om te slaan. Vannacht trekken de eerste buien al het land binnen en het blijft ook onstuimig herfstweer. Morgen komt de temperatuur bij ons uit op zo'n 15 graden en het blijft wisselvallig. De dagen erna zal het lage drukgebied in onze buurt blijven zorgen voor wisselvallig weer. De hoeveelheid buien neemt langzaamaan iets toe en de temperatuur zakt nog iets verder terug naar zo'n 12 of 13 graden. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Graag tot morgen!